onze ontwikkeling op landgoed De Reehors moest cultuur, natuur en economie met elkaar in balans brengen. Dit evenwicht is ook in het gebouw voelbaar. Het is een remontabel gebouw. Alle gebruikte materialen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort. Zo behoudt het gebouw zijn waarde. Triodos Bank hoopt een BREEAM Outstanding certificaat te ontvangen. Edge en Triodos hebben samen een joint venture opgericht om duurzaam vastgoed op de markt te brengen. Daar was namelijk een grote vraag naar, maar dat bleek niet beschikbaar. Vanaf het vroege begin heeft DGMR meegedacht met dit uitdagende project. De uitdagingen waren vooral om een comfortabel, gezond, veilig en ook heel duurzaam gebouw te ontwerpen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Zo zorgen de ruim 3300 zonnepanelen en de warmte-koude opslag voor een energie-neutraal gebouw en energie-neutraal gebruik. Vanaf het eerste moment is DGMR betrokken geweest bij dit project. We hebben vanaf een vroeg stadium, vanaf de eerste schetsen, samengewerkt met het hele ontwerpteam waar DGMR onderdeel van uitmaakte. Als Edge zijnde, destijds nog OVG, hebben we heel veel samengewerkt met DGMR en dat doen we nu nog steeds, omdat wij het een goede, betrouwbare partner vinden voor de brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid. De medewerkers van de bank werken in een kantoor waar de natuur letterlijk binnenkomt. Maar ook binnen het gebouw worden er natuurlijke materialen gebruikt. Nou, we zijn nu in het restaurant en ik denk dat hier goed te zien is dat de duurzame ambitie die ingegeven is door de Triodos Bank zeg maar feilloos overgenomen is door DGMR en de JP van Eesteren. Wij moedigen enorm aan dat dit soort constructies gemaakt worden. Het lijkt een boom, maar het is een echte dragende kolom. Het prachtig staaltje werk wat mij betreft en de duurzame ambitie kan hier echt zegevieren. Het gebouw heeft een open structuur, maar biedt door zijn vorm en materiaalgebruik toch geborgenheid. En er is veel aandacht besteed aan comfort en akoestiek. Deze wand is een wand gemaakt van gips die achter de akoestische panelen zit. En dat is gemaakt met recyclegips. Dat betekent dat de eerste plaat die je eigenlijk niet ziet bij deze wand helemaal gemaakt is van een tweedans gipsplaat en eigenlijk nog nooit op deze grote schaal toegepast. De wanden die hiervoor zitten hebben wij samen met DGMR ontwikkeld. En dat is voor de ruimteakoestiek gemaakt. Een absorberende wand die zorgt voor het juiste klimaat en comfort voor de gebruiker. Een belangrijk aspect van dit gebouw zijn de houten vloeren. Wat hier goed te zien is, zijn de houten spanten waarop de vloerconstructie leunt. Hout is een heel duurzaam materiaal, dat zie je ook terug in de BREEAM-score. Het gaf gelijk ook veel uitdagingen om de contactgeluidisolatie van de vloeren goed te krijgen. Omdat er over betonnen vloeren meer bekend is dan over houten vloeren, hebben we de beoogde houten opbouw eerst in het lab getest. En vervolgens is die gemaakt en in de praktijk gemeten. De bijdrage van JP van Eesteren was de praktische kant, hoe kunnen we het goed maken? En wij hebben uiteraard gekeken of het aan de prestaties voldeed. Als Edge zijn we heel erg trots op het eindresultaat dat Triodos hier nu op landgoed De Reehorst is gevestigd. De ambities in het begin waren sky high. We hebben ze niet per se overtroffen, maar we zijn ontzettend blij met het resultaat. En we hopen dat Triodos hier prettig kan gaan werken in de toekomst. Het leuke van dit project is dat de intrinsieke motivaties van Triodos Bank steeds duidelijk voelbaar waren. De ambitie vanaf het begin was heel duidelijk. We willen een heel duurzaam gebouw perfect op deze plek ingepast. Het resultaat is meer dan een kantoor. Deze plek is een omgeving die uitnodigt voor ontmoeten en samenwerken. De medewerkers van de bank kunnen zowel binnen als buiten werken.